een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Ik ben al een tijdje wakker. Ik heb lekker ontbeten. Ik laat jullie even zien wat ik vandaag heb ontbeten. Buurvrouw, want Nessie heeft dus baklava gestuurd naar haar met suikerfeest. Toen heeft ze als bedankje ons bloemen gegeven. Echt heel erg schattig. Ik heb me vandaag voor de verandering weer eens opgemaakt. Mijn haren gedaan. Ik heb een jurkje aan van Nikki. Ik vind hem echt zo erg cute. Nessie heeft me even een beetje geholpen om foto's te maken in deze jurk. En het is vandaag echt super lekker weer. Dus ik heb gewoon vandaag weer mijn slippers aan. Heerlijk. Ik hou vandaag waarop je gewoon slippers aan kan doen. Trouwens, gisteren maandag, een dag na suikerfeest, zijn wij dus naar Roermond Outlet gegaan. Ik heb er best wel, ik heb daar één ding gescoord. En Nessie heeft er best wel veel dingen gescoord. Toen had ik ook even kort gevlogd. Dus laat ik jullie ook even tussendoor zien. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. En wij gaan eindelijk weer een keer uit huis. We zijn onderweg naar Roermond. Het is echt best wel lekker weer. Ik denk zo'n 20 graden of zo. Ja. Het is echt lekker weer. Ik heb een blazer aan. Ik ging net naar buiten. Het is gewoon best wel warm. We gaan lekker vandaag shoppen. We zijn best wel aan de late kant vertrokken. Maar dat maakt niet echt uit. We waren niet echt van plan om los te gaan of zo. We hadden gewoon echt even een dagje weg. We hebben net gestopt even aan de kant. We hebben de Subway te ontbijten. Ik heb een tonijnbroodje gehad. Lekker Subway. We wouden eigenlijk bij de Laplace eten. Lekker gezond. Maar die is gesloten. Er zitten alleen maar medewerkers binnen. Dus we zijn maar voor Subway gegaan. Lekker. En een koffietje van mij. Oh yes. Standing in the line. Kijk. We are standing in the line voor de Versace store. Overal in de rij staan. Ja, het is echt super leuk. Dat je weggaan. In de rij staan. Leuk hè? Lekker wel Walibi. Gezellig hoor. En brillen aan het passen. Ik vind deze echt super mooi. En ik vind deze ook echt heel mooi. Maar deze is van een mannencollectie. We kunnen even aan te kijken welke ik het mooiste vind. Ik vind deze ook echt heel mooi. Wij zijn dus klaar bij Roermond. Oh, ik ben echt helemaal bezweet. Het is vandaag echt zo warm. Niet normaal. We zagen dus een bordje staan met dat je dus ergens kersen kan halen. Aardbeien, asperges en zo. Ik denk bij een boer of zo. En dat gaan we nu gewoon doen. Gezellig. Leuk hè? Nessie ziet er echt heel dood uit elke keer op achtergrond. Misschien kunnen we lekker onderweg een beetje kersen eten. Lekker hè? Gezellig hoor. Ik heb vandaag trouwens mijn All-Stars aan. Ik heb echt blaren, dus ik heb om pleisjes gevraagd in Roermond. Oh, hier heb je kersen. Oh, je hebt ook nog fly hier, Ness. Oh, lekker hoor. Een ijs. Oh. Oh, ik heb hier ook echt zin in. Ik wil even roeren, nee? Lekker, wat proef is voor mij dan. Ik heb lekker met perzik en weet ik veel wat erin zit. En? Oh, zo, die is vers. Oh, vers van de pers. Vers van de pers, hoor. Guys, deze smoothie is echt abnormaal lekker. Ik heb het echt nog nooit gehad. Super vers. Het is gewoon perzik en abrikozen of zo, maar niet normaal. Waarom zeg je dit niet over de mijn smoothies die ik thuis voor jou maak? Dit is echt lekker. We zijn net thuis en ik heb mijn pakketje binnen van het Douglas. Ik heb 3 lip liners gekocht. Nude kleurtjes, want ik raak mij altijd kwijt. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze mij gaan bevallen. Van Roermond heb ik dus deze zonnebril gescoord. Ik vind hem echt heel leuk. Een beetje een ander model dan dat ik normaal zeg maar kies. En dat is dus deze bril. Hij is een beetje bol. Dat koop ik echt nooit. Maar ik vond de details ook echt heel erg leuk. Ik vond hem echt gewoon superleuk. Even wat anders. En ik vind het ook wel fijn dat deze een beetje stevig is. Want ik heb van die Ray-Ban brilletjes, maar ik vind ze eigenlijk niet stevig genoeg. Dus deze vind ik wel chill. Nessie heeft ook echt leuke dingen gescoord. Hij heeft deze trui gescoord. En deze hoodie. En deze polo. Echt super mooi. Oh, en deze ook. Dit jasje. Mannen altijd zo makkelijk, hè. Oh, ik vind het echt zo. Ik moet zeggen, het was echt een heel leuke dag. Alleen onze dag- en nachtritme is echt nog zo fucked up. Dat wij echt zo moe waren op de terugweg. We wilden gewoon echt slapen en ik ben gewoon in slaap gevallen op de terugweg. Dus, en ik slaap echt nooit in de auto, maar als ik echt moe ben,
Dan val ik gewoon in slaap. En dat had ik dus echt gisteren. We zijn ook op de terugweg langs zo'n boer gegaan. Was echt heel erg leuk. We zagen dus zo'n bord met kersen te koop erop. En aardbeien en asperges en weet ik veel wat. En toen dachten we, ja, waarom niet? We hebben toch niks te doen. Zijn we er langs gereden. Het zag er ook echt heel erg leuk uit daar, Enes. Ja, dat was mooi. Was echt heel erg mooi. Het was echt leuk. En dan had je dus, toen kwamen we eraan, had je echt een soort van mini-shop. Een moderne boerderij was dat echt. En ze hadden daar echt letterlijk alles. Van smoothies, tot asperges, fly en alles was gewoon vers gemaakt. Dus ja, dat was ook wel echt leuk. Altijd als Nessie zeg maar foto's van mij maakt, heeft hij er cadeautjes ertussen zitten. Let op. Wat doe jij? Oh, ik zit inmiddels in de auto. Ik ga even vandaag weer richting Twente. En ik heb even mijn bril meegenomen. Mijn nieuwe bril, die wil ik vandaag echt graag op. Ik had al echt heel lang dat ik echt zo'n mega grote bril wou. Tenminste, voor mij doen zo'n mega grote bril. En dat heb ik nu eindelijk. Ik heb het jullie natuurlijk al in de vlog laten zien. Maar dit is mijn nieuwe bril van Versace. Oh, heerlijk. Zien jullie wat ik bedoel? Een heerlijke grote bril. Ik vind vooral de zijkanten echt heel mooi. Ik ben er echt happy mee. Ik heb de afgelopen tijd echt genoten van de rustige wegen in Twente. Maar vandaag moet ik echt zeggen dat het al veel drukker is op de weg. En dat ik daardoor dus ook echt binnendoor moet rijden. Dat heb ik nog nooit gehad. Maar het is echt aardig druk op de weg. En ik weet nou niet of het echt komt doordat zeg maar, de maatregelen zijn versoepeld. Of doordat het vandaag gewoon mooi weer is. Dan wordt het ook altijd heel erg druk op de weg. Maar ja. En ik heb natuurlijk zoals altijd voor onderweg een cappuccino met amandelmelk. Ik heb dat gemist. En ik heb voor mijn vriendin een bananencake gekocht. En ik heb ervoor gezorgd dat ze ook verslaafd raakt aan deze bananencake. Dus elke keer als ik nu naar de Starbucks ga, voordat ik naar Twente ga, zeg ze, wil je alsjeblieft bananencake van me halen? Ik ben inmiddels in Almelo. En we moesten echt even heel goed zoeken waar we wilden eten. Want het is best wel lastig nu met corona en zo. Maar we gaan gewoon even een koempje hier afhalen. Je hebt hier altijd, je hebt hier best wel een lekker etentje waar ik ook vroeg altijd heel veel at. En daar hebben ze een heerlijke koempje hier. Dus daar gaan we nu voor. Het is nu best wel frisjes geworden, hè? Ja. Kijk eens jongens, heerlijk. Deze meid is eindelijk weer thuis jongens. Ik ga echt gelijk de douche in jongens. De hele dag buiten geweest. Het was echt super warm eerst. En nu heb ik het ook weer heel erg koud. Het is echt heel erg afgekoeld buiten. Dus ik ga nu lekker een warme douche nemen. Dan warm ik weer op. Wanneer je te veel hebt gegeten. Nou, deze jurk mag ook gelijk de was in. Ik heb me dood gezweet. Mijn haar ziet aan het einde van de dag best wel goed uit. Het is inmiddels al 10:30. Normaal gesproken ziet het er echt fugly uit. Maar vandaag is het mooi. Ik ben er happy mee. Ik ga het ook gelijk vast doen. Ik heb morgen mijn haar ook niet te wassen. Eerlijk, mijn lippen zien er ook goed uit. Maar ik heb niet eens een liquid lipstick op, hè. Dit is gewoon echt een normale lipstick van MAC. Ik heb eigenlijk bijna nooit meer lipstick op, maar... blijft er gewoon op. Super handig. Oh, ik kom net uit de douche. Ik voel me echt als herboren. Heerlijk. Dan na het douchen spreek ik altijd dit op van Victoria's Secret. Dan ruik ik weer fris en fruitig. Goedemorgen guys. Het is vandaag donderdag. Dat is denk ik 2 dagen later dan wat jullie als laatst hebben gezien. Maar ik ben een beetje ziek geweest. De dag dat jullie mij hebben gezien had ik een jurkje aan en slippers en dat was allemaal een beetje te enthousiast. Ik ben daarna gewoon ziek geworden. Ik heb echt heel erg last van mijn darmen. En ik heb eigenlijk alleen maar lekker op de bank gelegen met een deken. Ik heb me gewoon echt wel heel erg barger gevoeld. Echt gewoon slecht. Dus dat ga ik ook niet meer doen als het lekker weer is. Zolang het niet echt, echt lekker weer is, 27, 28 graden, loop ik gewoon lekker in mijn sweater en in mijn jeans. Want... ik ben daar gewoon echt heel gevoelig voor. Ik denk dat het misschien ook door de airco kwam in de auto. Maar eigenlijk gelijk die nacht. Daarna voelde ik me echt zo slecht. En ik moest echt letterlijk naar de wc rennen een paar keer. Ik kon gisteren en ergens ook echt niks eten. Wat ik zeg maar echt, waar ik zeg maar goed op reageerde. Dus ik had echt gewoon lege brood en zo. Ik heb nu lekker een grote fles water. Die ga ik opdrinken. Dus sorry voor de korte vlog. Ik hoop dat jullie het alsnog een beetje leuk vinden om naar te kijken. En dan zie ik jullie heel graag weer
snel als ik opgeknapt ben. Ik denk dat ik morgen weer even ga vloggen. Vandaag ga ik nog even lekker rusten. Ik ga even snel editen en dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Doei!